deze tijd, waar het niet altijd even makkelijk is, heb je mensen nodig om je heen die je er doorheen helpen. De mijne zit hier naast me. Derde, de evenementen. Die gaan niet door tot 1 september. Welkom in mijn huis. Ik ben Jimmi van Jo Goes Hunting. Goedemorgen. Ja, al mijn gigs zijn dus gecanceld. Maar ik moet wel shape blijven, dus ik ben hier aan het shredden in de fansbank. Wat kan je nou beter doen in een quarantaine dan de tijd nemen om even lekker muziek te luisteren? Dat doe ik dus heel veel. Ik wil je even What's in My Bag versie quarantaine laten zien. Dus What's in My Closet. Wat je nou hoort is Technodelic van Yellow Magic Orchestra, Bans de Groep, vooruitstrevende band, elektronische muziek. Heel vet. Check it. Classic van eigen bodem. Ook weer even uit de kast getrokken. En shit. Soms als je een plaat luistert, dan na zoveel tijd en hij blijft je nog steeds verrassen, dan is het gewoon goud. En als je deze niet kent, dan weet je niet wat je dan aan het doen bent in je leven, maar check Opgezwollen, eigen deel. Dit is een van mijn lievelingsplaten, CMS, een samenplaat gemaakt door Blue Flamingo, met allemaal Oost-Afrikaanse muziek en allemaal dit soort leuke liedjes. Soms moet je gewoon ook even iets verder teruggaan en de historie induiken. En deze cd, Hildegard van Bingen, mooie zang en muziek. Deze plaat kwam deze week binnen. Dit is een band waar ik ook in speel, jazz gerelateerd, zoals je kan horen. Bonsai Panda, hij is er niet uit, vers van de pers, check het uit. I found such an easy way to release and it's gone. I don't remember, no, I don't remember. I found such an easy way to release and it's gone. I don't welkom terug. 'S Middags ga ik vaak skateboarden met vrienden. Let's go. Yes, we zijn aangekomen bij het Batavierhuis in Rotterdam. En hier heb ik mijn eigen studio. En het is nu avond. En dat betekent dat ik lekker mijn studiootje induik en muziek ga maken. Even mee. Dus het Batavierhuis is een vrij relatief nieuwe plek in Rotterdam. Waar allemaal muzikanten zitten en andere kunstenaars en zo. En ik ben dus nou voor het eerst uit mijn zolderkamertje naar een eigen plek gegaan, een eigen studio. Tadaa! Ik ben veel nieuwe tracks voor Jo Goes Hunting aan het maken en ik heb ook allemaal nieuwe samenwerkingen eigenlijk sinds de quarantaine. Met bijvoorbeeld een producer uit Berlijn en een rapper uit Londen. Ook ben ik bezig met een muziek voor een nieuwe band, of relatief nieuw, voor Brothers To Mothers. En nog een ander nieuw project, wat nog geen naam heeft, met een vocaliste. Oké, ik geef jullie wel even toeren. Gearslot Tour. Als je dit saai vindt, spoel even door. Handlock Rhythm, Elektron. Heel veel gebruikt voor de laatste plaat. SH-101, heel oude drum machine rhythm box ding. Dat was 20. Stage Echo, nog oude. Van Dynacord, DX7. Dit is zo'n elektronisch drum ding. TR-707. Sinds. En hier is mijn drumstel. En dit is gewoon een soort van speeltuin. Alles staat gewoon ingeprikt. Dus ik kan meteen opnemen. En ja, dat klinkt dan een soort van zo. Dus zo maak ik tracks, soms, en soms doe ik het ook anders. Ja, misschien wordt het wat, misschien ook niet. Dus zo ziet mijn quarantaine er ongeveer uit. Het is nu 1 uur, ik ben een beetje moe, ik ga naar bed. Later, thanks voor het kijken. Aan je.